Welkom bij het Weekjournaal, met het wichtigste nieuws van de provincie Friesland. De tredde tender 2016 van het Iepen Mienskipsfonds is afsletten en smiert weer mooie initiatieven op. De beste omvragen binnen troch culturele haatstijd selecteren en kregen een extra cheque van 2018 euro in postcode loterij heftige filmpjes. Op 9 januari giet er weer een ronde in. Woensdag lagen de deputaire Poepjes en staatssecretaris Dekker het Frieske Media Oanbod vast voor de onkomende jaren. Maar haar een handtekening en vanzelfs Frieske Oranjekoeken. Hege Siel, jet de nieuwe bregen van Sumarum. Deputaire Kramer liet het woensdag met squalband uit de omjouwing zien, met een wintersfeest in het dorp. Maandag 12 december stoppen de bus voor het eerst bij het kruispunt bij Nijenhout-Peer. Het kruispunt wordt veiliger maken. Vanwege het werk daarom kunnen er ook nieuwe bushaltes komen. Freed de 9e is het Transferium Drachten Eerst officieel in gebruiknaam. De eerste bus rijdt al. Het nieuwe Transferium is onderdeel van de werinrichting van het gebied om het oerterp verlaat hinnen. 90 mensen tiesdie op de inrimbijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Wolvegeer-Zuid. Begin 2016 werd begonnen aan nieuwe natuur en kuier- en fietspaden door het gebied. Dat was het voor deze week. Oant nieuwe weken.